Ik sta hier met Bram van Aken, verliezend trainer van Rhede. Met welke intentie was Rhede deze kant op gekomen vandaag? Nou ja, de intentie om proberen hier 3 punten weg te halen en de aansluiting met de bovenste ploegen te krijgen. En ja, zo zijn we ook de wedstrijd begonnen. En alleen de eerste 5 minuten krijgt Silvold eigenlijk gelijk een goede kans die de keeper van mij er goed uithaalt. Maar daarna hebben we een fase gehad, denk ik, van de 5e minuut tot de 25e minuut. Dat we wel dominant waren. Met name op het middenveld elke keer een man meer hadden. Dat goed uitspeelde. Op dat moment denk ik in die fase van de wedstrijd terecht op 1-0 komen. Ja, dan moeten we daarna eigenlijk proberen voor de 2-0 te gaan. Ja, goed, echt 100% scoringskans hebben we niet gehad. We hebben wel wat mogelijkheden. Met name dat Rick Smeenk weer in de situatie kan rond de 16 dat het tot afronding moet komen. Dat was misschien een mogelijkheid. Maar ja, daarna uit het niets komt Silvold op 1-1. En ja, dan zijn we toch een beetje van slag. Ik denk dat wat je terecht aangaf, eigenlijk de 1-1, de gelijkmaker, een gelukkig moment. En ik denk dat Silvold het hartstikke moeilijk gekregen zou hebben als het toen niet in die fase de 1-1 viel. Nou, kijk, met alle respect, ze hebben natuurlijk ook de laatste 3 wedstrijden 3 gelijke spelen gehad. En ze zijn de ploeg die op dat moment te verslaan is. En ja, eigenlijk de eerste nederlaag hadden wij ze graag toe willen geven. Maar ja, op dat moment dan laat je het gewoon, laat de kaas van brood af eten. En dan zijn we van de leg en dan denk ik een kwartier voor de rust, de laatste kwartier, ja, dan laat je een beetje overlopen door het fysieke, het collectieve. En dan vergeet je zelf te voetballen en dan vergeet je je balbezitsituatie die je de eerste 25 minuten wel had. Ik zag ook niet alleen veel emotie in het veld, maar ook op de bank. Ja, maar ja, kijk, iedereen maakt zich er altijd druk om. En dat zijn dingen die gebeuren. Ik bedoel, dat zie je ook in de ploeg zelf. En wat is nou mooie dit soort wedstrijden spelen, dat je veel publiek hebt, dat er wat te winnen valt. En dat soort dingen gebeuren. En dan zoek je de grenzen wel eens op. En dat doet iedereen. Dat hebben wij gedaan. Dat doet de tegenstander, dat doen ze in het veld. Ja, nou goed, en de scheidsrechter is daarom daarmee op de juiste manier mee over weg te gaan. Ik denk dat je daar gelijk in moet geven dat Silvold blij mocht zijn met die 1-1 ruststand. Maar dan de tweede helft, dat is jouw verhaal. Nou ja, mijn verhaal is wat we in de rust hadden aangegeven. Van dat we met name in de balovername heel veel ruimte hadden op het middenveld. En wij verzaken de tweede helft de vrije mannen te spelen. En om te gaan voetballen. En dat is wat de ploeg eigenlijk best kan. Maar wat we dan verzaken. En waardoor je meegaat in hun spel. Hè. We gaan op een gegeven moment bijna met 4 man voorop spelen. Nou, dan weet je dat je achterin in de zone dat gewoon op moet gaan pakken met z'n vieren. Dus een bal kan verkeerd vallen. Ja, nou, en dan valt hij er tussendoor. En in de balovername heb je daar gewoon 4 tegenover 2 middenvelders. Ja, en dan gaan wij in de balovername allemaal diep lopen. Terwijl we hadden aangegeven, van, zak nou eens gewoon in. Probeer daar eerst het rustmoment voor de omschakeling te pakken. Ja, en dat gebeurt dan niet. Laatste kwartiertje vond ik toch wel weer dat Rhede eigenlijk op zoek was naar die 2-2. Nee, ja, maar ja, dan ga je proberen om het wat om te zetten. Je brengt een jongen van 17 jaar en wat eerstejaars A is, maar die vreselijk snel is. En de laatste weken wel eens is ingevallen en al 2 doelpunten heeft gemaakt. Nou, en daarnaast probeer je dan je voorstopper voor in te zetten met kopkracht. Om via een lange bal ook het geluk te krijgen dat die goed valt. Nou, vanuit daaruit probeerden we 2-2. En ja, Oewe die kopt hem goed binnen. Nou, die keeper die pakt hem er fantastisch uit. Dat was een moment. Ja, en daarna zijn we eigenlijk voetballend. En ook met die lange bal zijn we niet gevaarlijk meer geweest. Laatste vraag. Hoe is het om een periodetitel te pakken in de eerste klasse? Volgens mij heb je daar ervaring mee. Ja, dat is heel leuk. En ik moet zeggen, sinds de invoering van de na-competitie en periodetitels heb je elke fase in de competitie weer wat te winnen. En als je een mindere fase hebt en je krijgt spelers terug die geblesseerd zijn, kun je weer voor een periode gaan. En het is een toetje. En hier is al veel volk. En als je dan in de na-competitie ook nog eens een keer leuke wedstrijden mag spelen en voor een plek in de hoofdklasse. Ja, dat is gewoon een toetje. En als je dan zo kunt promoveren, dat is geweldig. In ieder geval bedankt en in elk geval hier is een feestje. Ja, ik kan me voorstellen en ik wil Silvold ook feliciteren, want ze hebben op grond van vandaag vind ik wel terecht gewonnen. En ze hebben ook wel momenten gehad dat ze misschien aan het wankelen waren. En daar hebben we gewoon niet doorgedrukt. En ik vind, als je dan kijkt naar de club en hoe alles staat qua organisatie en qua beleving, ja, dat is wel heel leuk om daar op dat moment daar werkzaam te zijn. En als groep zijn een periode te pakken. Dus, wij hebben binnen jullie nog, nu jullie nog. Nou ja, we gaan ons best doen om in ieder geval eerst gewoon een aantal zaken waar we vandaag hebben. Vind ik met name een lesje in mentaliteit. Daar hadden we wat meer mee moeten doen. Daar kunnen we een hoop van leren. Hoe we als groep zijn en dingen oppakken. En daar gaan we van de week gewoon eens over praten. Oké, succes in elk geval en bedankt voor dit interview. Is goed, tot ziens.